Bernard Schutter gefeliciteerd. U bent benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau door de koning. Vanwege uw werk voor bijvoorbeeld de cliëntenraad voor het ziekenhuis. Voorzitter van de commissie Sociaal Domein. Maar vooral voor uw werk voor veteranen. Zelf bent u ook een veteraan. U heeft in Libanon gediend. Ja, dat klopt. Ik heb in Libanon gediend. Ik ben daar met het eerste bataljon in 1979 naartoe gegaan. En ik heb daar een jaar gezeten. Het eerste bataljon van de Verenigde Naties toen? Ja, van het 44e Panzerinfanteriebataljon uit Zuid-Laren. Wat heeft u daar gedaan als maatschappelijk werk? Nou, wat ik onder meer deed, was de posten bezoeken, praten met de mannen, spreekuren houden, met de leiding praten, ook de bataljonsleiding en dergelijke. Maar ik was ook humanitarian officer voor de Verenigde Naties. Dat betekent dat ik ook bij scholen langs ging om te kijken van waar ze eventueel behoefte aan hadden. Dat soort zaken. En ik deed net zoals in Nederland de berichtgeving. Dus als er wat in Nederland gebeurde, wat betrokkenen in Libanon moesten weten, dan ging ik dat vertellen. En omgekeerd ook. Was het ook te maken gehad met gewonden of gesneuvelden? Zeker, ja. In mijn tijd zijn er 3 gesneuvelden. En ja, ook één zeer zwaar gewonde die echt gehandicapt via Israël naar Nederland is gekomen. Dus dat was, ja, zeer aangrijpend, moet ik zeggen. In die tijd zorgde Defensie nog niet zo goed voor zijn personeel. Zeker niet in oorlogssituaties. En het begrip PTSS bestond helemaal nog niet. Nee, we hadden natuurlijk wel eens van shellshock gehoord. En mensen die absoluut niet functioneerden, werden door middel van de Sociale Coördinatiecommissie, waar dus de geestelijke verzorging in zat, de arts en het hoofdpersoneelszaken, werden dan gerepatrieerd naar Nederland. Maar ja, de zorg zoals die nu is, die is nu echt optimaal, maar dat bestond in die tijd niet. Waar staat maatschappelijk werker? Wat vonden de militairen dat er opeens een maatschappelijke werker op het toneel verscheen? Ja, dat was een beetje merkwaardig. Met name de bataljonscommandant, die begreep niet zo goed wat ik daar ging doen. Het was namelijk zo dat de militair sociale dienst, waar ik toen bij werkte, een kantoor in Breda, de militair sociale dienst ging professionaliseren. Dus die had jonge officieren ingenomen om te gaan werken op kazernes en dergelijke. En toen ik hoorde van die missie naar Libanon, UNIFIL, toen zei ik tegen mijn superieuren van, dit is de tijd en ook heel goed om een maatschappelijk werker mee te sturen. Want tot dan was het zo dat, voor de zorg, de geestelijke verzorging meeging. En nu vond ik dominee, pastoor. Dominee, pastoor, humanist, later ook. En ik vond toen dat het in de tijd rijp was om ook een maatschappelijk werker mee te sturen. Dus ik heb mijn vinger opgestoken en gezegd van dit moeten we gaan doen. Ja, en wie zeurt krijgt een beurt, dus ik werd ook gelijk aangewezen. Wat ik niet erg vond trouwens. Waarom blijven mensen zich nog steeds aanmelden voor Defensie? Ja, omdat het toch een hele fijne werkgever is. Het is afwisselend. Je werkt samen, je doet samen een taak. Dus dat is echt heel fijn om in een teamverband dingen te doen en uit te voeren. Ja. Samenwerken. Ja, precies. Is er ook nog een hoger doel? Bijvoorbeeld de vrede bewaren. Hè? En zeker nu op dit moment speelt, waar Oekraïne ook speelt. Nederland zich steeds meer ook gaat richten op het veiligstellen van de eigen landsgrenzen. Dus er zijn op dit moment minder missies. Er zijn wel individuelen die allemaal nog uitgezonden worden. Maar hoofddoelstelling is nu toch de zaak goed opkrikken. We staan hier voor het oorlogsmonument 5 mei, wat voor een Canadees regiment is opgericht. In Almelo, in het Indiëpark, is nog een monument voor veteranen die in Indië en Nederlandse Nieuw-Guinea hebben gediend. En een eindje verderop hier is het veteranenperkje, ja, waar Anjes horen te staan. Het perkje ligt er niet zo heel geweldig bij. Wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik heel jammer. Aan de andere kant is het begrijpelijk. Dat perkje dat hoort optimaal te zijn eind juni. Dan is de landelijke veteranendag. En dan hoort het er gewoon fantastisch uit te zien. Maar ik heb het vrij recent ook gezien. Ik woon hier vlakbij en het ziet er nu niet uit. Dus ik ga er nog wel even achteraf.